Winkelcentrum Molenpoort in Nijmegen wordt verkocht. Nog voor 15 mei 2018 gaat het complex onder de hamer. Samen met nog 54 andere complexen in Nederland. Frank Zwegers, eigenaar van vastgoedbedrijf Brevast, heeft bezwaar gemaakt tegen de plan. Het Amerikaanse bedrijf Davidson Kempner, een opkoper van risicovolle leningen die de lening had gekocht, is gekoppeld aan de betreffende vastgoedportefeuille omdat de aflossingstermijn is verstreken en Brevast geen nieuwe financiers kon vinden, is de eigenaar van de lening genoodzaakt het vastgoed te verkopen. Brevast probeerde de executieveiling nog tegen te houden, maar de rechter heeft de bezwaren aan de kant geschoven.